Met een step en brug. Ja, we zijn hier in Brugge. Niet om te werken, maar om even te lunchen in mijn favoriete koffiehuis Cafune in Brugge in de Academiestraat. Link in de description. En straks gaan we naar Oostende voor één mooi herenhuis. En 3 appartementjes te fotograferen. Dus, en de zon schijnt, het is lentegevoel. Yes! De beste koffie in heel Brugge en omstreken. Even later. Even later. Ja, ik ben hier voor Agence Le Comte, een dakappartement op het 10e verdiep in Oostende aan het fotograferen. Het is zo waanzinnig mooi, zeg. Moet ik kijken welke zicht dat ze hier hebben. Kijk. Daar is de Mercator. Dat is hier de volledige jachthaven van Oostende. Daar is het nieuwe station. I love my job. Ja, we zijn terug in het station van Roeselare en we zijn onderweg naar Brussel. We gaan daar een paar reportages maken, maar ik wil het eigenlijk vandaag een keer hebben over het milieu. Dat is heel actueel vandaag en ja, ik snap het niet allemaal meer. Ik vind dat het allemaal een beetje, ja, het gaat niet vooruit, er worden geen beslissingen genomen. De een zegt windmolens zijn goed, de ander zegt windmolens zijn slecht, enzovoort. Enfin, daar gaat het over gaan vandaag. Bedankt dat je alweer kijkt! Het is dus niet zo moeilijk eigenlijk om het milieuprobleem op te lossen. Ik denk als je iedereen die vervuilt een beetje belast, vormt dat samen een grote hoop geld. En die gebruik je dan om zaken die goed zijn voor het milieu in gang te helpen. En als er nog een beetje over is of een klein stukje ervan, moeten we ook gebruiken voor een smart grid. Ja, dus die smart grid, om daar nog een keer op terug te komen. Een smart grid is eigenlijk een oplossing om alle groene stroom van windmolens op zee, van windmolens op land, van zonnepanelen te verspreiden over heel de wereld. Want als het hier in het westen of in Europa nacht is, dan is het in Amerika dag. Als het in december bij ons winter is, dan is het in Australië en in Zuid-Afrika zomer. Dus eigenlijk kun je al die stroom naar elkaar uitwisselen, zodat wij, als wij tekorten hebben, stroom kunnen uit het zuiden gebruiken en omgekeerd. Dus om te besluiten werkte ik er een beetje samen en het milieu kan er alleen maar wel bij varen. Bedankt alvast. We zijn gestopt in Gent, want Anushka staat hier op mij te wachten. Als dat niet plezant is.